De muziek die ik maak valt binnen de hedendaagse muziek. Meestal zit die in de extremeren ervan. Dus ofwel heel chaotisch, levendig, over de top, bruut, chockerend. Ofwel heel rustig, sereen, verstild. Daartussenin beweeg ik me niet zoveel. Ik hou van de extreme. Ik omschrijf het vaak voor mensen die niet zo bekend zijn met hedendaagse muziek als muziek waarvan mensen zouden zeggen, is dat nou muziek? Want het gaat eigenlijk voorbij aan het concept dat muziek akkoorden moet hebben of een duidelijk begin en een einde of een ritme erin. Muziek voor mij omvat eigenlijk geluid en dat kan heel heftig geluid zijn, wat andere mensen als lawaai omschrijven. Ja, de zogenaamde noise muziek. Geluid, stilte. Als je dat tussen twee geluiden invoegt, dan is dat voor mij ook muziek. Met dit concert wilde ik graag mijn gevoel van een zomerdag overbrengen. Dus hoe ik dat ervaar. En heel zomers voor mij zijn berkentakken, berkenbomen. Dus die heb ik opgehangen in de ruimte. Lichtprojecties in kleuren van het licht gedurende een zomerdag. En ook de geuren van de zomer. Dus de geuren van de Brunsumer hei, waarbij ik ben opgegroeid. Die waren ook te ruiken tijdens een concert. Ik ben in Den Haag gaan studeren destijds. En ondanks dat ik de klassieke opleiding ging doen, was er genoeg ruimte voor hedendaagse muziek, waarnaar eigenlijk sinds mijn 14e mijn voorkeur naar uitging. En in Den Haag was ook daar is een compositieafdeling met zeer kleurrijk gezelschap aan studenten. Mensen uit popmuziek, rock, oude muziek, misschien eerder uit de performancekunst in de muziek terechtgekomen, elektronische muziek, sonologie. Dus daar heb ik me een beetje tussen gewurmd. Martijn Padding, het hoofd van de compositieafdeling, heeft eens gezegd dat hij mij eigenlijk gewoon als onderdeel van de compositieafdeling ziet. Dus ondanks de klassieke opleiding heb ik me niet op het klassieke daar gestort, maar op het hedendaagse. Jazz omvat een soort van improvisatie, meestal, binnen een behoorlijk afgekaderd gebied. Maar er is natuurlijk ook de vrije improvisatie, waarin alles kan. Waarin je ook niet alleen hoeft te spelen, maar ook bewegen erbij. Voor mij voelt dat eigenlijk heel heel natuurlijk. Voor mij is muziek eigenlijk een soort van natuurlijk gegeven wat altijd aanwezig is. En zodra ik ga spelen, stel ik mijzelf ermee in verbinding. Ik
Mensen verklaren me wel eens voor gek dat ik terug ben gekeerd naar de streek waar ik vandaan kom. Maar dit is waar ik mij als mens goed voel. En ja, de andere plekken kun je altijd wel bezoeken. Maar ik wil gewoon opstaan en naar bed gaan in een streek waar ik mij goed voel. Ik vind het gewoon heerlijk om iedere dag de Limburgse tongval om me heen te horen. En ook om Limburgs te kunnen spreken. Daar geniet ik echt van. En ik heb dat ook heel erg gemist toen ik woonde op plekken waar ik dat niet kon doen. En ik denk vaak dat taal en de mensen die de taal spreken, die beïnvloeden elkaar over en weer. En de kwaliteiten in de taal en in de mensen hier in deze streek, daar geniet ik gewoon van. Wat is het dat een streek waardevol maakt? Dat is de cultuur, de kunst erin. Rijtjeshuizen maken iets niet tot een geweldige stad. Architectuur, mooie architectuur maakt het tot een mooie stad. En wat maakt dat mensen naar die mooie stad willen komen? Niet alleen de architectuur, maar de cultuur. Wat er gaande is, wat er leeft, wat er broeit. Waarom gaan mensen naar Parijs? Omdat daar meesterwerken hangen. Waarom gaan mensen naar Londen? Omdat er zoveel cultuur is. Subsidies voor muzici zou ontzettend helpen. Waarom komen mensen naar Heerlen? Er komen op dit moment nog te weinig mensen naar Heerlen. Er is een aanvang gemaakt. Maar er is niet genoeg belang voor het kweken van datgene wat mensen trekt. Dus er moet het van levensbelang voor Heerlen, als ze mensen willen trekken, is geld steken in het kunst, cultuur, muziekonderwijs.